Ik sta hier in het Centraal Station van Antwerpen, waar het Instituut voor Tropische Geneeskunde een foto-installatie heeft opgezet die illustreert hoe in een fictieve epidemie in de toekomst hier in Antwerpen het de onderzoekers en de medici zijn uit ontwikkelingslanden die ons komen helpen om die epidemie in te dijken. Dit om twee aspecten van ons werk in de kijker te zetten, namelijk ten eerste dat wij in onze samenwerking met de ontwikkelingslanden echt ervan kunnen getuigen dat in heel veel landen de zaken echt erop vooruit gaan, dat er heel veel capaciteit is voor het doen van onderzoek, voor het opzetten van goede ziektebestrijding en gezondheidsdiensten. Langs de andere kant dat voor ons ontwikkelingssamenwerking precies dat is, samenwerken aan een gemeenschappelijke en globale toekomst.